Salie is een basiskruid in verschillende keukens over de hele wereld. De andere namen zijn gewone salie, tuinsalie en Salvia officinalis. Het behoort tot de mintfamilie samen met andere kruiden zoals oregano, rozemarijn, basilicum en thyme. Salie heeft een sterke aroma en een aardse smaak. Daarom wordt het meestal in kleine hoeveelheden gebruikt. Toch zit het boordevol verschillende belangrijke voedingsstoffen en verbindingen. Salie wordt ook gebruikt als een natuurlijk reinigingsmiddel, pesticide en ritueel object in spirituele salie die brandt of veegt. Dit groene kruid is vers, gedroogd of in olievorm verkrijgbaar en heeft tal van gezondheidsvoordelen. Hier zijn 12 verrassende gezondheidsvoordelen van salie. 1. Hoog in verschillende voedingsstoffen. Salie bevat een gezonde dosis vitamines en mineralen. 1 theelepel, 0,7 gram, gemalen salie bevat calorieën 2, eiwitten 0,1 gram, koolhydraten 0,4 gram, vet 0,1 gram, vitamine K 10% van de dagelijkse inname, ADH, ijzer 1,1% van de ADH, vitamine B6 1% van de ADH, calcium 1% van de ADH, mangaan 1% van de ADH. Zoals je ziet bevat een kleine hoeveelheid salie 10% van je dagelijkse vitamine K behoeften. Salie bevat ook kleine hoeveelheden magnesium, zink, koper en vitamine A, C en E. Bovendien bevat dit aromatische kruid cafeïnezuur, chlorogeenzuur, rosmarinezuur, ellaginezuur en rutine, die allemaal een rol spelen bij de gunstige gezondheidseffecten. Omdat het in kleine hoeveelheden wordt geconsumeerd, biedt salie slechts minuscule hoeveelheden koolhydraten, calorieën, eiwitten en vezels. Samenvatting: salie is rijk aan voedingsstoffen, vooral vitamine K. Ondanks het feit dat het weinig calorieën bevat. 1 theelepel 0,7 gram bevat 10% van uw dagelijkse vitamine K behoeften. 2. Geladen met antioxidanten. Antioxidanten zijn moleculen die de afweer van uw lichaam helpen versterken en mogelijke schadelijke vrije radicalen neutraliseren die verband houden met chronische ziekten. Salie bevat meer dan 160 verschillende polyphenolen, plantaardige chemische verbindingen, die als antioxidanten in uw lichaam werken. Chlorogeenzuur, cafeïnezuur, rosmarinezuur, ellaginezuur en rutine, allemaal te vinden in salie, zijn gekoppeld aan indrukwekkende gezondheidsvoordelen, zoals een lager risico op kanker en een verbeterde hersenfunctie en geheugen. Eén studie toonde aan dat het 2 maal daags drinken van 240 ml salie-thee de afweer van antioxidanten aanzienlijk verhoogde. Het verlaagde ook zowel het totale cholesterol als het slechte LDL-cholesterol en verhoogde ook het goede HDL-cholesterol. Samenvatting: salie zit boordevol antioxidanten die zijn gekoppeld aan verschillende gezondheidsvoordelen, waaronder een verbeterde hersenfunctie en een lager risico op kanker. 3. Kan orale gezondheid ondersteunen. Salie heeft antimicrobiële effecten die microben kunnen neutraliseren die tandplak bevorderen. In één onderzoek werd aangetoond dat een op salie gebaseerd mondwater de Streptococcus mutans bacterie effectief doodt, wat berucht is voor het veroorzaken van tandholtes. In een laboratoriumonderzoek bleek een etherische olie op basis van salie de verspreiding van Candida albicans te doden en te stoppen, een schimmel die ook gaatjes kan veroorzaken. Een beoordeling merkte op dat salie keelinfecties, tandabcessen, geïnfecteerd tandvlees en aften kan behandelen. Er is echter meer menselijk onderzoek nodig om uitgebreide aanbevelingen te doen. Samenvatting: salie heeft antimicrobiële eigenschappen die microben kunnen doden die de groei van tandplak bevorderen. 4. Kan de menopauze symptomen verlichten. Tijdens de menopauze ervaart het lichaam een natuurlijke afname van het hormoon oestrogeen. Dit kan een breed scala aan onaangename symptomen veroorzaken. Symptomen zijn opvliegers, overmatig zweten en prikkelbaarheid. Salie werd traditioneel gebruikt om de menopauzesymptomen te verminderen. Er wordt aangenomen dat verbindingen in salie oestrogeenachtige eigenschappen hebben, waardoor ze kunnen binden aan bepaalde receptoren in je hersenen om het geheugen te verbeteren en opvliegers en overmatig zweten te behandelen. In één onderzoek verminderde het dagelijkse gebruik van een saliesupplement het aantal en
en de intensiteit van opvliegers gedurende 8 weken aanzienlijk. Samenvatting: Sali kan helpen de intensiteit en frequentie van symptomen van de menopauze, zoals opvliegers en prikkelbaarheid, te verminderen. 5. Kan de bloedsuikerspiegel verlagen. De bladeren van gewone salie worden traditioneel gebruikt als een remedie tegen diabetes. Onderzoek bij mensen geeft aan dat het kan helpen de bloedsuikerspiegel te verlagen. Samenvatting: salie kan de bloedsuikerspiegel verlagen door de insulinegevoeligheid te verhogen. 6. Kan geheugen en hersengezondheid ondersteunen. Salie kan je hersenen en geheugen op verschillende manieren ondersteunen. Ten eerste zit het boordevol verbindingen die kunnen werken als antioxidanten, waarvan is aangetoond dat ze het verdedigingssysteem van je hersenen bufferen. Het lijkt ook de afbraak van de chemische boodschapper acetylcholine ACH te stoppen, die een rol speelt in het geheugen. ACH-waarden lijken te dalen bij de ziekte van Alzheimer. In 1 onderzoek consumeerden 39 deelnemers met milde tot matige ziekte van Alzheimer gedurende 4 maanden dagelijks 60 druppels, 2 milliliter, salie extract of een placebo. Degenen die het salie-extract gebruikten, presteerden beter op tests die het geheugen, probleemoplossingen, redeneren en andere cognitieve vaardigheden meten. Bij gezonde volwassenen bleek salie het geheugen in lage doses te verbeteren. Hogere doses verhoogden ook de stemming en verhoogden alertheid, kalmte en tevredenheid. Bij zowel jongere als oudere volwassenen lijkt salie het geheugen en de hersenfunctie te verbeteren. Samenvatting: studies tonen aan dat salie het geheugen, de hersenfunctie en de symptomen van de ziekte van Alzheimer kan verbeteren. 7. Kan lagere slechte LDL-cholesterol verlagen. Salie kan helpen het slechte LDL-cholesterol te verlagen, dat zich in bloedvaten kan ophopen en mogelijk schade kan veroorzaken. In 1 onderzoek verlaagde het 2 maaldaags consumeren van salie-thee het slechte LDL-cholesterol en het totale bloedcholesterol, terwijl het goede HDL-cholesterol al na 2 weken werd verhoogd. Samenvatting: van inname van salie en salieproducten is aangetoond dat ze het slechte LDL-cholesterolgehalte verlagen en het goede HDL-cholesterolgehalte verhogen. 8. Kan beschermen tegen bepaalde kankers. Kanker is een belangrijke doodsoorzaak waarbij cellen abnormaal groeien. Interessant is dat laboratoriumonderzoeken aantonen dat salie bepaalde soorten kanker kan bestrijden, waaronder die van de mond, dikke darm, lever, baarmoederhals, borst, huid en nier. In deze studies onderdrukken salie-extracten niet alleen de groei van kankercellen, maar stimuleren ze ook de celdood. Samenvatting: laboratoriumonderzoek suggereert dat salie bepaalde kanker cellen kan bestrijden. 9 tot 11 andere mogelijke gezondheidsvoordelen. Salie en zijn verbindingen zijn gekoppeld aan verschillende andere gezondheidsvoordelen. 9. Kan diarree verlichten. Verse salie is een traditionele remedie tegen diarree. Uit laboratoriumonderzoeken is gebleken dat het verbindingen bevat die diarree kunnen verlichten door de darmen te ontspannen. 10. Kan de gezondheid van de botten ondersteunen. 11. Kan huidveroudering bestrijden. Verschillende laboratoriumonderzoeken suggereren dat salieverbindingen kunnen helpen tekenen van veroudering te bestrijden, zoals rimpels. 12. Eenvoudig toe te voegen aan jouw dieet. Salie is er in verschillende vormen en kan op verschillende manieren worden gebruikt. Verse salieblaadjes hebben een sterke aromatische smaak en kunnen het beste spaarzaam in gerechten worden gebruikt. Hier zijn enkele manieren om verse salie aan jouw dieet toe te voegen. Strooi als garnering op soepen. Meng in een vulling in geroosterde gerechten. Combineer gehakte bladeren met boter om salieboter te maken. Voeg gehakte bladeren toe aan tomatensaus. Gedroogde salie wordt vaak geprefereerd door koks en komt gemalen, ingewreven of in hele bladeren. Hier zijn enkele manieren waarop je gedroogde salie kunt gebruiken. Als smaakmaker voor geroosterde groenten, gecombineerd met aardappelpuree of pompoen voor een meer aardse smaak. Je kunt ook salieproducten kopen zoals salie-thee en salie-extracten. Samenvatting: salie is ongelooflijk veelzijdig en gemakkelijk toe te voegen aan soepen, stoofschotels en gebakken gerechten. Het is beschikbaar vers, gedroogd of gemalen. Heeft salie bijwerkingen? Salie wordt als veilig beschouwd, zonder gerapporteerde bijwerkingen. Beperk voor de zekerheid de consumptie van salie-thee tot 3 à 6 kopjes per dag. Samenvatting:
Sali is veilig om te eten en heeft geen gerapporteerde bijwerkingen. Sali is een kruid met verschillende, veelbelovende gezondheidsvoordelen. Het bevat veel antioxidanten en kan de mondgezondheid ondersteunen, de hersenfunctie ondersteunen en de bloedsuikerspiegel en cholesterol verlagen. Dit groene kruid is ook gemakkelijk toe te voegen aan bijna elk hartig gerecht. Het kan worden genoten, vers, gedroogd of als thee. Vind je deze video nuttig en informatief? Geef dan een duimpje omhoog. Deel deze video met jouw vrienden, familie en kennissen. Ben je nog geen abonnee? Abonneer je dan op veganlounge.nl.